Ja, oké, okay, Dirk, uitstekend ontvangen, man. Het gaat goed met de harken daar. Ja, dan moet natuurlijk allemaal exact kloppen, de kabels en toestanden tussen die twee haakjes. Dingen moeten eigenlijk in fase staan. Hè. De bouwwijze moet identiek zijn, zo nauwkeurig mogelijk. Dan wil dat wel lukken, denk ik. Hè. Ja, dan zie je alles zeker sterk noemen, dus het is echt constant hier goed en echt zonder ruis. Het kan wel zwakker in principe. Maar goed, nou ja. Dat is het rapport. Hè. Voor mij zijn het nauwelijks geen condities. Een heel klein beetje veren. Hè. En ik zit hier wel redelijk vrij op dit moment, want dan is het al 15,5 net boven de zooi uit hier. Hè. Dirk, ja, ik had al eens een keer wat van je gezien. Hè. En dat vond ik wel leuk. Vandaar dat ik ga het inschakelen de best aan natuurlijk. Ja, het is hier ook rustig waar ik zit. Hè. We zitten hier met een drietal. Hobbyisten en dat is wel leuk om met elkaar een beetje dat dingetjes delen, etcetera, en aanbieden. Ja, de Dynamic en Remco. Hè. Phantom heet die geloof ik, ja. Maar goed, die zijn ook actief met allerlei zaken aan het bouwen en met elkaar een beetje aanbieden. Dat is leuk. Goed, Dirk. Ja, we zitten hier richting Amersfoort zit wel wat. Zeker echt in de Achterhoek. Ik hoor hier eigenlijk elke avond wel wat activiteiten direct. Ja. Ja, ik vind die korte groep ook wel leuk om vanaf te luisteren. Dat is ook van alles te doen, hè. Piraatjes, et cetera. En, ik heb wel eens voor onderzoek om luisteren. Maar ik kan ook, ik zie dat ik nu moet prima luisteren. Zenden zou kunnen, maar dat is iets lastiger. Hè? Ja, goed. Nou, dat is het, Dirk. Hè? Ik ga nog een keer kijken op Facebook en dan geef ik wel even een uitnodiging. Of, kun je dat weer wat van deze kant zien. Hè? Dirk, prima. De Bloempot FM uit Zomeren bij Helmond. Ik vind het toch een mooie afstand nog. Hè? Dat voor 100 watt en beperkt antennesituatie uiteindelijk. Of ja, medium, noem ik het maar.